klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! In het vliegtuig! Kom aan, we moeten vertrekken naar de luchthaven. Anders missen we je vlucht. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Daar gaan we. Zijn jullie klaar, kinderen? Ja! Dag, jongens. Mijn naam is Linda. En ik zal heel goed voor jullie zorgen. Hallo, Linda. Hallo, Linda. Goed, schatten. Geniet van de reis. Prettige reis, jongens. We gaan heel, heel hoog vliegen. Zoals vogels. Zoals vogels? Kom maar mee. We vertrekken. Tot snel, mama. Tot snel, papa. Tot snel, jongens. En veel plezier bij Omi en Opie. Wow. Vliegtuigen zijn zo mooi. Zou je graag de cockpit willen zien? Oh ja, graag. Goed, dat doen we. Dit is super tof. Hallo, kinderen. Piloot, deze jongen hier wil graag het vliegtuig besturen. Huh? Wie? Ik? Ben jij de nieuwe piloot? Nee. Nee, toch niet, meneer. Dat gaat niet. Mijn broertje heeft me heel hard nodig. Huh? Hey, Gaspar. We gaan vertrekken. Oh nee, mijn auto. Ik wil mijn auto. Wacht, wacht, Gaspar. Ik ga op de knop duwen en Linda bellen. Ja! Linda! Linda! Wat is er aan de hand, Simon? De auto van Gaspar. Hij is gevallen. We moeten hem vinden. Oké, we gaan hem straks zoeken. Maar nu moet je je riem vastmaken, want het vliegtuig gaat vertrekken. Maar het is echt superbelangrijk. Anders gaat Gaspar de hele tijd huilen. Ja, ik ga de hele tijd huilen. Geen zorgen. Daar heb ik wel een oplossing voor. Ik ben zo terug. Mijn auto. Kijk, dit is voor jou, Gaspar. Wauw, een vliegtuig. Speciaal voor jou. En we vinden je auto wel. Heel erg bedankt, bedankt, Linda. Gaspar, we vliegen. Huh? Huh? Mijn auto. Wow. Zeg, hoe snel je auto rijdt? Oh, ja. Tijd voor de lunch, kinderen. Wauw, een plateau. Net als in de kantine. Jam, jam, jam. Ik heb super veel honger. Oh, wauw. Super. Abrikoos. Mijn favoriete fruit. Geniet er maar van. Ha, ik ga beginnen met het dessert. Zo lekker. Ja, eerst dessert. Au. Hé, wat was dat? Oh nee, oh nee. Oeh, alles oké hier? Vinden jullie het lekker? Ja, het is lekker. Dan is het goed. Huh? Maak je riemen heel goed vast. Er komt een beetje turbulentie. Huh? Wat is turbulentie? Geen idee. Nee, we gaan omhoog. Wow. Wow, dat is zo leuk. Meer turbulentie. Meer, meer. Hey jongens, kijk eens uit het raam. Je kan de oceaan zien. Wow. Dat is prachtig. Kijk, de huizen zijn super klein. We gaan binnen enkele minuten landen, jongens. Hm? Wat? Nu al? Maak je riem goed vast en laat hem vast tot we landen, oké? Oké. Wow. Joepie. Oh, daar zijn ze. Daar, lieve schatten. En kijk eens, Gaspar. Ik heb je auto gevonden. Oh, mijn auto. Ja. Dankjewel, Linda. Het vliegtuig was zo leuk. Tot ziens, Simon. Tot ziens, Gaspar. Huh? Hey, hallo, meneer de piloot. En,
heb je je geamuseerd? Oh ja, en volgende keer ga ik het vliegtuig besturen. Tot ziens, jongens. Heb je hem gezien? Tot ziens, meneer Abrikoos. Hey, iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee! Nou, Abkonijn. Wauw, mooie tekening, Simon. Prachtig vliegtuig. Eigenlijk is het een ruimtraket. Eentje die door de sterren vliegt. Woosh. Dat is ook mooi, Gaspar. En wat is het? Wel, net als bij Simon, een ruimtraket. Vroom, vroom. Wow, echt prachtig. Vroom, vroom, vroom. Simon, waar ga je naartoe? Mag ik meekomen? Simon! Wat een naaper. Huh? Oh nee! Dat was geweldig. En nu hoger! En hoger! Hey, zag je dat, Simon? Ik kan hoger gooien dan jij. Huh? Stop met me altijd na te apen, Gaspar. Hey, ik ben gewoon met de ballen aan het spelen. En hop! Dat is niet waar! Je doet me na! Jij bent gewoon jaloers omdat ik hoger kan gooien dan jij! Oh, Gaspar doet echt vervelend! Vroom, 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 vroom! Botsing! Snel, bel de ziekenwagen! Oh, Gaspar! Stop met me altijd na te apen! Hé, ik kan met de auto spelen als ik wil! Maar je bent me aan het naapen! Dat is echt niet waar! Oh, een vlindertje! Oh nee, Sippy gaat de vlinder opeten! Oh nee, 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 nee! Dit is een taak voor... Superkonijn! Tada! Wauw, Superkonijn! Sippy, wow, laat dat vlindertje met rust! Superkonijn gaat de vlinder redden! Ik ben een echt superkonijn! Hé, hey, wacht! Ik ben superkonijn! En ik ook! Er is maar één superkonijn en dat ben ik! Waarom kan ik ook niet superkonijn zijn? Omdat ik dat ben en daarmee uit! Hey, stop er niet mee, oké? Je aapt me altijd na! Dat is echt niet waar! Ik aap je niet altijd na! Dat is echt niet waar! Ik aap je niet altijd na! Waarom aap je mij na? Waarom aap jij mij na? Stop met te zeggen wat ik zeg! Ja, zie je nu wel dat naapen niet leuk is? Joehoe! Jongens, tijd voor een koekje? Geen honger! Simon, weet jij wat er met Gaspar is? Hij aapt mij al de hele tijd na. Hij zei zelf dat hij superkonijn is. Ah, wel, Simon, dat is heel normaal. Jij bent zijn grote broer en hij wil op jou lijken. Dat is toch leuk? Echt waar? Alles is klaar. Ik zie jullie in de keuken. Weet je, Gaspar, jij kan ook een superheld zijn. Ik ben superkonijn en jij bent... kapitein konijn. Kapitein konijn? Ja, en trouwens... Er is er maar één. Ja! Nu moet je nog een kostuum vinden. Hier, een superheld moet zeker een masker hebben. Dat is superbelangrijk. Oh ja. Simon, ik zie niets meer. Wacht even. Alsjeblieft, beter? Dank u, superkonijn. Er ontbreekt nog wel één ding. Eens kijken. Joepie, ik ben een superheld. Hé, hey Gaspar, kijk! Een cape voor jou! Oh, dank u, Simon! Woehoe! Yeah! Een super cape! Aha! Hier, Gaspar, probeer deze eens! Ja! Super sokken! Huh? Er zitten gaten in de sokken, Simon! Oh nee, dat is niet super! Ik zoek iets anders! Gevonden! Huh? Huh? De hoed voor kapitein Konijn! Oh, een superhoed! Ik ben het kind.
kinderen. Ik ben thuis. Oh, mama. Superkonijn. Ja, mama. Oh, en nog een superkonijn. Oh, nee, nee, helemaal niet. Echt waar? Maar wie ben jij dan? Oh, kom maar, mama. Hij is een beroemde held. Kapitein Konijn. De allerbeste konijnenkapitein. Kapitein Konijn. Ik vind chocolademuffin zo lekker. Ik ook. Ik vind chocolademuffin zo lekker. Hé, naper. Hé, iedereen. Kijk. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee. Niet vals spelen. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom eraan. Gevonden, Gaspar. Ik ben supergoed in verstoppertje spelen. Dat is waar. Je bent heel goed. Maar Simon kan zich supergoed verstoppen. Hij is de verstoppertjeskampioen. Misschien wel, ja. Maar ik zal hem toch vinden. Waar is hij? Je gaat hem niet vinden. Ik vind Simon ook bijna nooit. Kijk, daar is hij. Ik heb je gevonden. Oh nee, het was Sipje maar. Zie je, hij is te goed. Je vindt hem nooit. Ja, dat is waar. Oké, jij wint, Simon. Je mag uit je verstopplek komen. Gewonnen. Nu mag jij tellen, Gaspar. Jee, ik mag niet tellen. Hé, Simon, waarom kon ik je niet vinden? Oh, ik Dorotje, we zullen ons samen verstoppen. Gaspar zal ons nooit vinden. 4, 5, 7, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik ga jullie vinden. Snello, kom mee. Hé, wacht, Simon. Maar je speelt vals. Dat mag niet. Hè? Hoe bedoel je? Simon, je moet op één plek blijven zitten. Dat is niet waar. Anders is het toch geen verstoppertje, Lou? Maar jawel, Simon. Daarom kon ik je niet vinden. Je speelde altijd vals. Gevonden, Simon. Gevonden, Lou. Ja, ik win. Ik win. Goed zo, Gaspar. Het is aan jou, Simon. En we zullen eens zien wie er nu wint. Oké, dat is goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Haha, gewonnen, Gaspar. Oh, wauw, oh, wauw. Je bent echt supergoed, Simon. En nu ga ik Lou zoeken. Hé, waar is ze? Je weet niet waar ze is? Zo raar. Ik heb overal al gekeken. Dus je bent niet de beste inverstoppertje. Maar jawel, dat ben ik wel. Wacht maar af, ik zal haar vinden. Ah. Oh, ze speelt vals. Ze ging naar binnen en we mogen ons binnen niet verstoppen. Waar zou ze nu toch kunnen zijn? Nee, daar is ze niet. Oh nee, daar ook niet. Hè? Heb je dat gehoord, Gaspar? Oh, daar misschien. Ah, nee. Ah, de keuken. Ik ben zeker dat ze hier is. Huh? Ik begrijp het niet. Ze is hier niet. Hé, kijk, Gaspar. Ze liet haar hartje vallen. Ze moet hier wel zijn. Sst.
Ze is niet op zolder, hè? Kom aan, Gaspar. We gaan naar beneden. Hup, 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 hup. Oh! Haha, gevonden, Lou. Je had gelijk, Simon. Verstoppertje spelen is veel leuker zo. Oké, zullen we dan nog eens spelen? Oké, maar we mogen dus van plek wisselen. Oké, en we mogen ons ook binnen verstoppen. En we mogen ook kijken als we tellen. Oh nee, Gaspar. Dat mogen we niet doen. Dat is vals spelen. Haha, hier zal Simon me nooit vinden. Tada! Gevonden, Lou. Hey, iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief, klein, grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief, klein konijntje. Speel mee! De kampioen! Niet te snel, Simon. Jij ook niet, Gaspar. Oké, Marieke. Hey Simon, wat leuk dat je er bent. Hey, dag Lou. Wij zijn hier met Marieke, onze babysit. Zullen we voetballen? Oh, ik ook, ik wil meedoen. Pas naar mij. Oh, wacht hier, ik ga wel. Oh. Hey, kom eens kijken. Kijk dit eens. Hey, kijk, oh, Lou. Een basketbalring. Oh, super. Jullie hebben een basketbalveld gevonden. Oh, hoe speel je dat? Ik zal het eens tonen. Kijk, en... Gescoord! Gescoord! Oh, wauw, je hebt gelijk. Het is super. Oh, en wij willen ook scoren, nietwaar, Lou? Oh ja, super. Ja, kom aan, Simon. Huh? Oh. Wacht. Ik was nog niet klaar. Maar ik doe het net als jij. Waarom lukt het bij jou wel? Ik heb heel veel geoefend, Simon. Ik heb pas gescoord nadat ik 500 keer geprobeerd heb. Huh? Pas na 500 keer? Dat is echt veel. Ja, maar jij gaat het sneller kunnen. Je bent een kampioen. Dat is waar, je bent een kampioen. En we gaan scoren. Mijn beurt. Ik wil ook scoren. Stop, Gaspar. Doe het de bal eerst. Hey, Gaspar. Kom je me tonen hoe goed je bent op de driewieler? Ja, super! De driewieler, ja! Jouw beurt, Lou. Oké. Pas op, want ik ga... gemist. Ik zal hem wel gaan halen. Jouw beurt, het zal ons wel lukken, Simon. Oh ja, kijk! Zo moet je dus gooien. Oké, pas op. Oh, het gaat ons nooit lukken, Simon. Zo. Ja, auw. Ja. Oh, bijna, Simon. We hebben nog niet één keer gescoord. Ik weet het. We kunnen de bal samen gooien. Ja, oké. Oh, je gaat zo snel, Gaspar. Kampioen. En hop. Oh nee, nu zit mijn bal vast. Geen probleem, Lou. Ik krijg hem wel. Ik weet het. We kunnen hem doen vallen met mijn rugzak. Oh ja, goed idee, Simon. Kijk nu maar eens goed. Oh, kom aan. Wauw.
Oh nee, we hebben geen geluk. Oh? Hm? Simon, heb je dat gezien? De eekhoorn kreeg de bal erin. Hé, hey, als de eekhoorn het kan, dan wij toch ook? Oh, goed zo, Lou. Ja, het is gelukt. Joehoe. Ja. Ik ga ook scoren. Jij gaat ook scoren, Simon. Ik weet het zeker. Op drie. 1, 2 en... En Simon, heb je gescoord? Oh, Gaspar. Hé, Simon, kijk. Hé, het is gelukt, Simon. Yeah! Gescoord! Hoera! Goed gedaan, Simon. Ja, heb je dat gezien, Marieke? Je had gelijk. Lou en ik zijn kampioenen. En we hebben al gescoord naar maar 1... Twee... Nou, weinig pogingen. Mijn kampioen. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Meer. Jongens, niet te ver wegrijden. Nee, papa. Ik ben de snelste, Gaspar. Hallo, Simon. Dag, Lou. Lou, Lou. Hé, hey, gaan we racen? Oké. Ik ga winnen. Ah. Hallo, Simon. Wauw, Ferdinand. Jij gebruikt geen steunwieltjes meer. Echt niet. Al eeuwen niet meer. Fantastisch. Ik ga ze er ook afhalen. Ha, dat gaat je echt niet lukken. Jawel. Morgen doe ik de steunwieltjes eraf. Ha. Dat lukt nooit tegen morgen. Dat is onmogelijk. Het is echt moeilijk om zonder steunwieltjes te fietsen. Ja, ik heb gewonnen, Simon. Papa, papa. Kan je mijn steunwieltjes eraf halen, alsjeblieft? Dat kan ik nu niet doen, Simon. Ik doe het meteen als we thuis zijn. Kom, dan gaan we naar huis, naar huis, naar huis. Simon, trager. Alsjeblieft. Oh, dank je, papa. Daar gaan we! Wacht maar af, Ferdinand. Je zal zien dat ik het kan. Ho? Haha! Jee, Simon, jee! Blijf het trappen. Ik ga je loslaten. Heb je je pijn gedaan? Ik had je niet mogen loslaten. Geen probleem, papa. Ik wil opnieuw. Zo ken ik mijn zoon weer. Ja, we zijn geen baby's. Kom aan. Simon, rennen. Kom aan, ik wil opnieuw gaan. Ha. Ik ga loslaten. Simon, alles oké? Ik ben oké. Ik ben oké, geen probleem. Het gaat je lukken, Simon. Laat me los, papa. Dat lijkt me heel moeilijk. Gaat het, Simon? Het gaat nooit lukken. Natuurlijk wel. Je zal het heel snel leren. Etenstijd. Kom in eten. Kom aan. Etenstijd, Simon. Kom aan, Simon. Wat is er? Heb je geen honger? Mag ik weer met mijn fiets gaan rijden? Oh, sorry, schat. Maar het is bijna bedtijd. Maar ik kon nog oefenen. Maak je geen zorgen. Je zal het echt heel snel kunnen. Weet je, Simon, je was heel moedig vandaag en ik ben heel trots op je. Denk je echt dat het me zal lukken? Het is zo moeilijk. Dat weet ik, Simon. Maar je doet heel erg je best en morgen zal het je zeker lukken. Slaap wel, Simon. Slaap wel, papa. Oh.
Papa. Papa. Wat is er, jongen? Ik wil het nog eens proberen. Huh? Maar Simon, het is nog nacht. Oh, alsjeblieft, papa. Ik moet echt oefenen. Want Ferdinand zei dat het me nooit zou lukken. Huh? Wat? Heeft hij dat gezegd? Oké, we gaan. Ah, bedankt. Sst. Het geheim is dat je vooruit moet kijken. Wat je ook doet, kijk niet naar je voeten. Oké, ik kijk vooruit en niet naar mijn voeten. En als je klaar bent, laat ik los. Klaar? Ja, klaar. Daar gaan we. Laat dan los, papa. Kom aan, laat los. Vooruit blijven kijken, Simon. Oh, oh. Papa, heb je het gezien? Ik rij helemaal alleen met de fiets. Kijk, papa, zonder steunwieltjes. Woehoe! Ik zei toch dat het je zou lukken? Ha, alleen die domme Ferdinand zei dat het me niet zou lukken. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Assistent van de dokter. Ik ga eerst naar beneden en dan kom jij. Oké, Gaspar? Oké, Simon. Wauw, heb je me zien glijden, Gaspar? Super konijn! Hey konijntjes, kom aan. De dokter is er. Oh, nee. Hey, wat is er? Het is een dokter. Hij komt ons het aalwit ingeven. Nee. We gaan ons verstoppen. Waar zijn jullie, kinderen? Sorry, ze verstoppen zich. Ik los het wel op, hoor. Ik ben het gewend. Simon, Gaspar, zeg, waar zitten jullie ergens? Hé, waar is hij naartoe? Wat is er nu weer, Gaspar? Stop ermee. Maar ik heb niks gedaan. Ah, daar zijn jullie. Ik heb jullie gevonden. Nee, niet het oude ding. Hallo, Simon. Hallo, dokter. Simon, ik heb een probleem. Mijn assistent is er niet bij en ik heb hem nodig. Misschien kan jij hem vervangen. Wie? Ik? Oké, ik doe het. Doktersassistent, kan u mij zeggen wie de volgende patiënt is, alsjeblieft? Dat is Gaspar, dokter. Nee. Zet de patiënt al vast op de sofa. Ja, dokter. Kom aan, kom mee, Gaspar. Goed zo, assistent. Kan je mijn lampje en mijn tongspatel brengen? Ze liggen op tafel. Oké, dokter. Dank je, assistent Simon. Nu kunnen we eraan beginnen. En ik zal voor iedereen drankjes gaan halen. Mama. Oké, laat je tong eens zien. Niet de tongspatel. Oh nee, patiënt. Ben je ongerust? Wat gaan we eraan doen? Ik weet het. Mijn assistent gaat een kleine demonstratie geven. Ben je klaar, assistent Simon? Ja, dokter. Doe je mond open, steek je tong uit en zeg ah. Ah, uitstekend. Alles in orde. Dan is het nu aan patiënt Gaspar. Assistent, het is vreselijk. Onze patiënt is zijn tong kwijt. We moeten hem vinden. Is hij op de vloer gevallen? Misschien onder de sofa. Kijk daar, dokter. Kijk, de tong zit in zijn mond. Echt waar? Oh, gelukkig. Dank je, doktersassistent. Oh, wat een prachtige tong. Uitstekend. Echt heel goed. Hoe gaat het hier? Dat gaat hier heel goed. De kinderen hebben een gezonde tong. Dan gaan we verder met een heel speciale act. De fantastische wonderstokjes. Oh, wauw. Om te beginnen leggen we de stokjes op de voeten.
En dan, assistent, tik je op de knie van de patiënt met een kleine, magische hamer. Klaar? En nu, vrienden, de finale act. Met een heel speciale gast. Mama! Ja, mama! Ja, mama! Kom aan! Gaan jullie maar zitten op de sofa terwijl ik de speciale act voorbereid. Assistent Simon, we gaan met jou beginnen. Goed? Oké, dan, dokter. Beste gast, zet mijn assistent op uw schoot en rol zijn mouwen op. En dan is het tijd voor mijn grote act, de vaccinatie. Oh, kijk daar. Een grote mug. Huh? Waar? Waar? Hey. Maar dat... Dat deed niet eens pijn. Dan is het nu de beurt aan patiënt Gaspar. Mama, ik wil dat oude ding niet. De patiënt zou aan iets anders moeten denken. Weet jij misschien iets, assistent Simon? Ja, ik heb een idee. Rustig maar, schat. Of vast. Ik ben het grote monster met de vaarse tanden. Het deed niet eens pijn. Echt niet. Goed zo. Jullie zijn heel moedig. Simon, gefeliciteerd. Je was echt heel goed. Natuurlijk. Want ik ben de doktersassistent. Sipje, zeg eens aan. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Met lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. En honden. Oh, ze gaat de bel vangen, Simon. Je fopt, Sipje. Woehoe. Kinderen, Oppie is er. Ja. Oppie. Ja. Hallo, lieve konijntjes. Ik ga voor jullie zorgen deze namiddag. Ja, leuk! Ik moet gaan. Gedraag jullie en luister goed naar Opie. Ja, mama! Tot later. Oh, kijk, Kaspar. Sipje en Elvis zijn aan het vechten. Oh, nee, Simon. Waarom vechten ze? Iedereen weet dat katten en honden elkaar niet leuk vinden. Oh, ja? Ja, ze mogen niet samen zijn. Anders loopt het sowieso helemaal fout. We moeten hen uit elkaar halen. Oké. Ik neem Elvis mee en jij zorgt voor Sipje. Kom aan, Elvis. We gaan ergens anders spelen. Vang de bal. Kom aan, Sipje. Langs hier. Kom mee. Elvis. Zie je de bal? Dus... Ga hem halen. Breng hem terug, Elvis. Kom aan. Goed zo, Elvis. Klaar? Ga hem halen. Wat ben je toch aan het doen, Elvis? Oh, wat is er toch? Kom aan, geef me de bal. Hey, kom eens terug, Elvis. Ha, wil je dat spelletje spelen? En zie wie er gaat winnen. Dat is Super Konijn! Oké, ga liggen, Sipje. Ik haal nog een ander blaadje. De wanden, Sipje. Pas op, Elvis. Sipje, waar pas is hij? Op, ik ga je vangen. Ik kom dichterbij. Ja, gewonnen. Heb je dat gezien, Elvis? Na, 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 na. Wie is de beste? Elvis, waar ben je? Hé, Elvis. Sipje, waar ben je, Sipje? Elvis? Sipje! Hey, Gaspar, Elvis is weg. Ja, Sipje is ook weg. Snel, we moeten hen vinden. Naar daar, ik heb Sipje gehoord. Snel. Hey, het komt vanuit de boom. Huh? Of toch niet? Daar in het tuinhuisje, dat is Elvis.
hij is hier niet. Oh, hij is hier niet. Oh, kijk, daar zijn ze. Kom aan. Sipje, Elvis, stop met vechten. Ja, dat mag niet. Elvis, kom aan, kom hier. Kom eens terug, allebei. Ze zijn te snel. Gaspar, ik heb een idee. Wauw. Super idee, Simon. Goed zo. Hier, hou vast, Gaspar. Ja, oké. Kom jij maar met mij mee, Elvis. Oh. Ik neem Elvis mee naar mijn kamer. Oké, ik blijf hier bij Sipje. Hier kunnen jullie niet vechten. Dus, met wat wil je spelen? Met de auto's? Ha, blijkbaar niet dus. Ga maar slapen, Elvis. Dan speel ik wel. Kinderen, Obi heeft de chocoladetaart gemaakt. Ah, chocoladetaart van Omi. Ik kom! Chocolade, 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 en ik die dacht dat ik de taart alleen mocht opeten. Oh, dat is Sipje. Hij gaat naar de slaapkamer. En Elvis is daar. Ze gaan vechten. Nee, hou me eruit, hou me eruit. Oké, klein konijntje. Oh, het zijn gewoon vrienden van elkaar. Geen zorgen, Oppie. Het zijn eigenlijk supervrienden. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Het grote dilemma. Oh, wat is het? Wat is het? Ik krijg het niet open. Geef maar, Gaspar. Ik doe het wel. Jongens, is alles oké? Zoeken jullie het speelgoedje? Ja! Wat is het? Wat is het? Tada! Oh, nee, de chocosaurus. We hebben al een chocosaurus. Dat is niet erg. We moeten gewoon meer eten om nieuw speelgoed te krijgen. Oh ja, super. Veel eten. Hé, hey, ik weet iets. We kunnen misschien ruilen met Ferdinand. Oh ja, misschien heeft hij de Monstrosaurus. De Monstrosaurus is mijn lievelings. Mama, mag ik naar Ferdinand gaan? Tuurlijk, konijntje. Goedemorgen, Simon. Hey, Ferdinand. Kijk, ik heb 2 chocosaurussen. Misschien kunnen we ruilen. Hallo, Simon. Die kom ik nog tekort in mijn collectie. Dag, Mamadou. Dat is geweldig. Als je wil, kunnen we ruilen. Hey, maar ik wil die ook heel graag in mijn collectie. Kan je niet met mij ruilen? Ik weet het niet. Kom mee binnen, Simon. Van mij krijg je deze. Van mij krijg je deze. Mijn knikkers voor jouw chocosaurus. Nee. Mijn auto voor jouw chocosaurus. Die is veel mooier en je kan ermee rijden. Wel, mijn knikkers zijn zelfs nog mooier. En in verschillende kleuren. Ik kan echt niet beslissen. Kom aan, Simon. Ik ben je beste vriend. Nee. Ik ben je beste vriend. Je moet nu je beste vriend kiezen, Simon. Maar ik weet het niet. Wie moet ik kiezen? Ferdinand of Mamadou? Simon, je hebt je ontbijt niet opgegeten. Simon, is er iets? Ja, en dat komt door Ferdinand en Mamadou. Hebben jullie ruzie gemaakt? Niet echt, maar ik moet kiezen wie van hen mijn beste vriend is. Weet je wat, Simon? Je mag 2 beste vrienden hebben. Echt waar? Mm-hmm. Oh, dan heb ik 2 beste vrienden.
Geweldig. Dank je, mama. Hey, waarom neem je onze chocosaurus? Dan neem ik er één voor Ferdinand en één voor Mamadou. Oh nee, de andere chocosaurus mag je niet weggeven. Die is van mij. Oh, kom aan. Nee! Haha, ik heb hem. Haha. De dinosaurussen zijn van mij. Maar, Gaspar, kom aan. Ik heb ze nodig voor mijn beste vrienden. Mama, 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 kunnen we dinosaurussen maken? Ik denk het wel, mijn konijntje. Maar hoe moeten ze eruit zien? Zoals deze. Ah, oké. Dat zal ons wel lukken. Oh, echt? Joepie! We gaan superdino's maken! Hey, kijk eens naar mijn simonosaurussen. Mwah, dank je. Dat is graag gedaan. Alsjeblieft. Hey, dat zijn geen chocosaurussen. Het is niet eens echt speelgoed. Dat klopt. Het zijn simonosaurussen. Veel sterker. Kijk, hij kan vliegen door de lucht. En bomen beklimmen. En hij kan alles breken door te brullen. Wauw. Wow. Dat is zo cool. Dank je, Simon. Tada! Hey, wat spelen jullie? Training Simonosaurus. Wauw, dat is superleuk. Mag ik meedoen? Ja, natuurlijk. Wat zal ik kiezen? Aardbei? Chocolade? Ik weet het al. Hey iedereen, kijk! Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Natuurlijk, maar hebben jullie een slee? Natuurlijk wel! Een superslee! Hé, hey, zullen we racen? Oh ja, ja, racen! Hé, er is een grote heuvel achter ons huis. Daar kunnen we sleeën. Ja, ja, goed idee! We zien jullie daar! Oké, kom maar, we vertrekken. Maar hoe gaan we dat dan doen? We zijn met 4 voor 2 sleeën. We maken 2 teams van 2. Oh, oké. Ik en Mamadou tegen jij en Gaspar dan. Huh? Oh nee, dat is echt niet eerlijk. Waar mag jij met Mamadou gaan? Omdat Gaspar je broer is. Hé, hey, ik kom met jou zijn, Simon. Oké? Oké, maar ik ben groter, dus ik mag sturen. Ja, ik zou je heel hard duwen, Simon. Ik ga je een super duw geven. Hou je vast en dan wisselen we. Yay! Yeah! Oké, maak je klaar. 1, 2, 3, ja! Hey, Gaspar, duwen! Ja! Gewonnen! Gaspar, duwen! Gewonnen! Ja, wij zijn de winnaars! Ja, maar we gaan nog eens racen, oké? Oké, Mamadou, deze keer duw jij. Oké! Dus Gaspar, houd de slee goed vast en duw super mega hard. Oké? Super, super mega hard. Oké. 1, 2, 3, ja! Laat zien wat je kan, Gaspar. Maar wat ben je aan het doen, Gaspar?
hebben weer gewonnen. Hoera! Hoera! Haha, we hebben weer gewonnen. Dat is echt niet eerlijk. Hoe kan ik ooit winnen als ik geduwd word door een baby? Hey, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben geen baby meer. Als je dat blijft zeggen, dan speel ik niet meer mee. Tja, wel, ik had je toch niet eens nodig. Je kan het veel beter zelf. Oké, zullen we dan nog eens racen? Oké. Dus, 1, 2, 3, go! En wij winnen weer! Wij zijn niet te verslaan! Maar mijn slee was als eerste beneden! Maar dat telt niet. Er moet iemand op zitten. Zo kan ik echt nooit winnen. Tenzij... Gaspar? Gaspar? Kom aan, je moet me helpen. Nee, je zei dat ik een kleine baby ben. Kom toch terug, Gaspar. Ik heb je nodig om te winnen. Ik ben echt geen baby. Tuurlijk niet. Jij bent geen baby meer. Maar je bent wel klein en licht. En zo gaan wij dus winnen. Ben je zeker? Absoluut. Wel, oké dan. Als je wil, krijg je een voorsprong. Niet nodig, want nu... stuurt Gaspar. Oké, wel goed dan. En klaar. 1, 2, 3, gaan! Maar wij hebben wel de eerste 3 keer gewonnen. Misschien wel, maar wij hebben het snelheidsrecord. Dankzij Super Gaspar. Hey, Gaspar. Wil je graag in mijn team? Nee, echt niet. Want hij is mijn broertje. Hey, iedereen, kijk. Hier komt Simon. Hier komt Simon. Mijn lief klein grappig konijn. Hier komt Simon, hier komt Simon, hier komt Simon. Mijn lief klein konijntje. Speel mee! Vaarwel, dekentje. Kijk uit, ik kom eraan. Oeh, voorzichtig, we zijn de zolder aan het opruimen. Super konijn! Kapitein konijn, oeh. Gaspar, superhelden hebben geen dekentje nodig. Zo kan je toch geen superheld zijn? Ha? Maar ik wil een superheld zijn. Ik stop met dekentje. Oh ja, maar hoe stop je het met dekentjes? Stop met dekentje! Een nieuwe missie voor superkonijn! Volg mij, kom mee! Je moet gewoon je dekentje hier laten. Als je het niet ziet, denk je er niet aan. Oh ja, dat klopt, Simon. Missie volbracht. Kom aan, volg mij, kapitein konijn. Super konijn! En kapitein konijn! Vlieg weg, vogeltjes! Zeg het ons als jullie slechteriken zien. Hé, is alles oké, Gaspar? Heb je je pijn gedaan? Nee, bedankt, Simon. Wow, een spin! Gaspar? Oh, was je zo bang? Oké, je hebt je dekentje. Hey, kapitein konijn. De spin is weg. Terug naar de missie. Ik wil dit spel niet meer spelen. Ik ben geen superheld. Ik heb dekentje nog nodig.
Maar je bent wel een superheld. Je bent kapitein Konijn. Kom aan, we zoeken een nieuwe missie. Nee, ik kan niet stoppen met dekentje. Simon, hoe ben jij ermee gestopt? Wel, toen ik jonger was, heb ik mijn dekentje naar de grote bewaarder van alle dekentjes gebracht. En ik zei de magische formule. Abracadabra, dekentje, verdwijnt je. En woesh! Oh, verdwenen toen? Ja, en daarna had ik dekentje nooit meer nodig. Wow. Kom aan, Gaspar. We gaan naar mama. 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 Gaspar heeft dekentje niet meer nodig. Hé, is dat waar, Gaspar? Ja, het is waar. Gaspar, de grote bewaarder van dekentjes is mama. Geef het maar aan haar. Oh. Oké. Dag, dekentje. Gefeliciteerd, konijntje. We kunnen het weggeven, samen met je oude speelgoed. Oké, dan. Vaarwel, dekentje. En gefeliciteerd, Gaspar. Nu ben ik zoals jij. Een echte superheld. Eentje zonder dekentje. Ja, goed gedaan, Gaspar. Kom, kapitein Konijn. Er wacht een nieuwe missie op ons in onze geheime schuilplaats. Oh ja, de geheime schuilplaats. Hey Simon, wat is een missie? Eerst ruimen de blaadjes op en dan... weer een spin! Ben je oké, Gaspar? Nee, ik wil een tekentje. Oké, wacht hier. Ik ben zo terug. Papa, papa, wacht. Ik was niet snel genoeg. Mijn missie is mislukt. Gaspar, het spijt me zo. Ik was niet snel genoeg en papa heeft dekentje meegenomen. Hé, je hebt dekentje terug. Wow. Ja, mama had het nog. Dekentje. De grote bewaarder van dekentjes zag dit aankomen. Het lag bij dat van jou, Simon. Oh, Vossie! Oh, mijn Vossie! Hey Simon, heb jij ook een soort dekentje? Wel, ik denk, Gaspar, dat superhelden soms ook wel eens een dekentje nodig hebben. Oké, vannacht mag je nog hier slapen, maar dat is de laatste keer, hè?